Kijker 7 voor 12 ontving financiële middelen van donateur Ilse Burke om gezinnen of kansarmen blij te maken met een levensmiddelenpakket. Deze gezinnen kunnen het vooral nu niet meer permitteren om te voorzien in hun basisbehoeften. Met ondersteuning van donateur Ilse Burke konden wij de nood van enkele gezinnen een beetje verlichten. Allereerst bezocht voorzitter Vismaal het gezin Ratna Kumari en wij deden de verdere distributie op donderdag 3 juni, een total lockdown dag, tot aan huis. Hiervan het volgende. We zitten op het terrein van mevrouw Ratna Kumari. Wij hebben een levensmiddelpakket van mevrouw Ilse Burke voor haar gebracht. En daarnaast hebben wij ook van andere donateurs ook wat spullen voor haar meegenomen. Het zijn verschillende donateurs die wij van hieruit willen danken. Er zijn meer donateurs, maar we gaan slechts een deel bedanken. En de komende uitzending weer een deel bedanken. Wij willen van hieruit mevrouw Yvonne, die ons voedselpakketten en enveloppes gedoneerd heeft. Mevrouw Yvonne, heel hartelijk dank. Mevrouw Ilse Burke, die heeft ons ook financieel ondersteuning gegeven om voedselpakketten aan te schaffen. We gaan een deel overhandigen aan verschillende mensen, dat gaat u zien. Dat hebben wij heel netjes in de tassen gezet, die wij ook gedoneerd hebben gekregen. Ik heb van een mevrouw Yvonne een envelop voor u gebracht. Ik heb van een mevrouw uit Nederland een telefoon voor u gebracht. Ik denk dat ik dat aan uw dochter kan geven. En ik heb wat broden van 1 voor 12 voor u. En ik heb ook van een andere mevrouw, Angelina Haidt. Dank u voor alles. Ik ben echt blij. Maar eerlijk te zeggen, ik ben een beetje verdrietig. Want dat komt doordat mijn baby een beetje ziek is. Ze heeft een paar wondjes gehad. Maar ik heb geen deze taxi hier in de buurt die ik dat kind naar de dochter kan brengen. Ik weet niet wat ik moet doen, hoe ik het ga doen. Ik ga misschien met het kind voeteren naar de Seniastraat. Het is wel lastig, moet ik zeggen. Er rijden inderdaad moeilijk taxichauffeurs met de huidige situatie. Maar we gaan kijken wat we voor mevrouw Ratna kunnen doen, kunnen organiseren. We gaan het niet zo laten. Ik heb van mevrouw Ilse Burke heb ik een voedselpakket voor u gebracht. En daarnaast heeft mevrouw Ilse Burke ervoor gezorgd dat ik ananas voor u gekocht heb. En u mag 1 ananas gerust 50 SRD verkopen. Mevrouw Ilse Burke, mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor uw gesten dat wij hebben kunnen doen naar mevrouw Ratna. Behalve mevrouw Ratna gaan we ook andere mensen aandoen wat betreft de voedselpakketten. 1 voor 12 kreeg vaak genoeg voedselpakketten van verschillende donateurs. Maar in dit geval is het mevrouw Ilse Burke die meneer Vismalen heeft gebeld en gevraagd als wij mensen kunnen blij maken. U merkt het waar wij ons bevinden nu. We zijn helemaal in het dorp Powaka waar wij een aantal mensen blij zullen maken. We zullen zeker ook de mensen van Redi Doti aandoen. Dat ziet u straks. Hartelijk dank Ilse Burke en heel veel succes. We vinden ons in het dorp Powaka, waar wij een levensmiddelenpakket zullen overhandigen aan Stephanie, die naast mij staat. Dit komt van onze donateur Ilse Burke. Ik moet u wel zeggen dat mevrouw Ilse Burke 1 voor 12 geregeld doneert. En we zijn donateur Ilse Burke heel erg dankbaar. Ik zal het aan u overhandigen. Er zit rijst en de basisproducten erin. Dus ik denk dat u het heel goed zal gebruiken. Ja. There's a moment somewhere that soon will change. We are a part of God's great family. Hoe kan een van de bewoners van Redi Doti hebben we een pakket gegeven? U bent blij met het pakket, mevrouw? Ja, heel erg blij. Ik bedank 1 voor 12 hoor, met jullie goede werk wat jullie doen. Dit is met tussenkomst van mevrouw Ilse Burke. We hebben een aantal voedselpakketten gekregen. Dus ook aan u hebben we gedacht, dus maak die goed gebruik. Ja, dankjewel. Dankjewel mevrouw Ilse Burke. Ja. Someone else and their lives will be
1 voor 12 op bezoek in het dorp Herenidoti. En namens een heel lieve donateur van ons, genaamd Ilse Burke, hebben wij een goed gevuld levensmiddelenpakket voor u gebracht. Hoe vindt u het? Mevrouw Ilse Burke, wat hartelijk bedankt. Ja. Dit pakket komt net te pas. Ja, net te pas, ja. Want alles is duur geworden. Dus u bent er super blij mee? Ja, echt er blij mee, ja. Ik zou zeggen, geniet u ervan en stay safe, stay home. Ja, dankjewel. Zoals beloofd, Oma Corrie, ja. Hebben we de situatie hebben we al gezien. Ja. Het pakket welke we aan u hebben beloofd, ja, zal ik aan u overhandigen. Ja, ik hoop dat u heel goed er gebruik van zal maken. Ik ga gebruik ervan maken. Heel goed gebruik van maken. Want ik heb het zelf niet. Als 1 voor 12 een pakketje voor u meegenomen en een kleine financiële ondersteuning. Het is wel zwaar en ik hoop dat u iets mee kunt doen. Ik dank u hartelijk.